Shakira, Shakira. And freshly ground. Waka waka. This time for Africa, die heel abrupt eindigt. Ja, dat was een beetje plotseling allemaal. Ja. Maar we ook gaan plotseling naar populaire dingen. Oh! Oh! Oh. Vier gloednieuwe tracks die gisteren zijn uitgekomen, heb ik meegenomen. Plus nog één grappige cover. Oh jee. Vind ik zelf niet. Grappige geval. Cover. Nou, ik vind hem wel aardig. Je moet ervan houden, maar ik vind hem aardig. In ieder geval eerst eens nieuwe muziek. En we beginnen met die nieuwe muziek met Eva Simons. Ze heeft weer een nieuw singeltje uitgebracht. En de vorige waren jij en onze gasten toen niet heel erg kapot van. Ik weet niet meer precies welke dat... Nee. Nee, ja, verschrikkelijk. Dit is een beetje in dezelfde trant, zeg maar. Ja. Alleen heet het nummer niet Bebe, maar Tan. Tan. Het gaat over Umberto. Ja, ik wou zeggen, ja. Of over die saus. Modestraat. Ja. Ja. Nee joh, helemaal niet. Nee? Nee, echt niet. Nee, ik vind er helemaal niks dit. Ik kan er helemaal niks mee. Nee, nou normaal gesproken ik ook niet, maar als het dan van Eva Simons is, dan vind ik het nog wel aardig, moet ik zeggen. Ja? Komt dat door de haar of... Ik weet het niet. Ik heb hier gewoon niks mee. Als ik dit hoor met uitgaan of zo, dan vind ik dit helemaal kut eigenlijk. Ja, het is wel echt, je moet wel echt zo ver door je knieën dat je met de billen de grond raakt, zeg maar. Ja. En dan is het misschien nog wel grappig. Ja. Eén plaatje, even kort. Dat al je ladders uitscheuren en zo. Ladders? Ja, en je panty. Dat is een vrouwending, Rick. Ja, daar weet jij dan weer. Ja. Hoe vaak ben jij al uit je panty gescheurd? Zou zijn ook al aardig dat je panty had? Ja. Ja, best wel, ja. Nee, ik vind het niet leuk, dus gaan we door naar de volgende. Goed. Het lijkt wel of we die Wies zijn. En dat brengt ons bij Wies. Oh, ja, leuk. Oh ja, die hebben een nieuw liedje. Ik moet zeggen, ik vond de vorige single van hun beter. Of in ieder geval fijner, prettiger, catchier. Maar deze mag het zo best ook zijn. Het nummer heet Gewoon Je Maat. En het gaat er eigenlijk om dat... die zangeres die zingt er dan over dat ze een vriend heeft die ze in eerste instantie wel leuk vond. Maar hij vindt meisjes uit het buitenland interessanter. En zij komt gewoon naar Nederland. En dat is niet interessant genoeg. En dat vond ze jammer. Maar ze is er inmiddels helemaal overheen. En nu is ze dus gewoon zijn maat. Oh. Was het even kwijt van jou en mij hoe het zat. Ja. Ik vind dat leuk. Ik vind Wies altijd eigenlijk wel leuk. Dus ik vind het meer een nummer waar je echt gewoon heel aandachtig naar gaat luisteren naar het verhaal. Ja. Dat is op zich helemaal niet verkeerd natuurlijk. Het is alleen niet zo catchy. Je zingt niet makkelijk mee of zo. Maar... Nee, maar ik vind dat hoeft ook niet per se bij Wies. Want Wies is gewoon een beetje poëtische muziek altijd. Ja, maar zo kan je in die vorige single, Meisje. Dat vond ik wel echt, dat zing ik wel mee. Ja, en dat is Radio Stilte ook. Ja. Goed, volgende. Ook weer een nieuwe, die komt van Icona Pop samen met Vice. En ja, ik kan lang kort over lullen, maar het nummer heet Off of My Mind en hij klinkt zo. Ik denk dat dit wel in een straatje ligt. Jawel, ik vind het wel lekker. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik moet weer zeggen, ik vond de vorige beter van Icona Pop, Spa. Ja. Dat is gewoon echt een lekker nummer. Ik weet niet, ik vind het is een beetje groovy of zo dit. Dat vind ik wel lekker. Nou, een beetje net iets te basic vind ik het. Ja. Zeker voor Icona Pop. Ja, ergens vind ik het wel, denk ik, als je dit met uitgaan of zo hoort. Prima, joh. Allemaal lekker, joh. Helemaal prima. Goed, ja. Ja. Nou goed, zometeen gaan we nog één gloednieuwe track in zijn geheel draaien. Die op dit moment echt heel populair is, ook gisteren pas uitgekomen. Maar eerst ga ik dus even naar die cover waar ik het over had. En dat heeft te maken met een band. Die heet Steven Seagulls. Yeah. Steven Seagal? Steven en Seagulls. Oh. En dat is een Finse country band.
En die maken eigenlijk doorgaans bluegrass versies. Ja. Van bekende hard rock en metal nummers. En dat zijn we nou eigenlijk. Het is alweer een tijdje geleden hoor. Want ik wilde dit nummer al een tijdje meenemen. Maar het kwam er steeds niet van. Er was steeds alweer een speciale uitzending. Of ik had al genoeg nieuwe muziek of wat dan ook. Maar ik heb hem nou toch meegenomen. Ze hebben een tijdje terug dus een sessie gedaan samen met Tarja Turunen. De voormalige Nightwish-zanger. Ah ja. Ook uit Finland. En ze hebben dus een aantal van haar nummers en van Nightwish vroeger in hun country-jasje gestoken. En met een vond ik dat wel heel leuk, want dat is een nummer van Nightwish oorspronkelijk. Uit de beginjaren van Nightwish, nog in 1998. Trouwens, even tussendoor. Nightwish bestond afgelopen week 25 jaar. Dat vond ik ook wel even benoemen waard. Oh. Echt een mijlpaal. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ze hebben het nummer Sleeping Sun in een nieuw jasje gestoken. En dat is een ballad eigenlijk, heel rustig nummer. Ik heb eerst even een kort fragmentje van het origineel van Nightwish. Die klinkt zo. Ja, en van dat toch wel redelijk zware nummer van Nightwish hebben Steven en Seagulls dus samen met Tarja Turunen een cover gemaakt. En die is eigenlijk gewoon hartstikke vrolijk. Oh, ja, een beetje duister dat ook inderdaad dan, als je net hoort. Maar wel mooi. Heel mooi, maar zij hebben dit ervan gemaakt. Zover. Ik vind het best wel cool eigenlijk. Ja. Heel apart. Zag je toch die operateske stem en dan zo... Lalala. Een beetje Frans carnaval is het. Ja. We staan ook heel blij met z'n allen in een heel vies oud schuurtje. Zeg maar allemaal een eigen instrumentje. Ja. Een rare mussen op. Nou ja, is toch mooi. Heerlijk. Hartstikke. Goed. Tot slot. Eén nummer nog. Wat ik in zich heel ga laten horen. En ik denk als je een beetje de popmuziek volgt, dat je hem al voorbij hebt horen komen. Hij is gisteren uitgekomen. Hij is van Billie Eilish. En hij heet NDA. Did you think I'd open a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stock of walking open on the street. Says he's Satan and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way, I made him sign an NDA. Yeah, I made him sign an NDA. Oh, I'm so scared, cause I don't wanna manage shit to say. You couldn't save me.
I'm not your friend or anything, damn. Die kun je er zo achteraan zingen, Therefore I Am. Oh, wat lekker. Maar dit was dus Billie Eilish, NDA, gloednieuwe single. En ik dacht van ja, het is niet echt een radioplaat, dus draaien wij maar. Ja, dat doen we. Wat vond je ervan? Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het heel lekker. Ja, toch? Het is een beetje duister, een beetje onheilspellende plaat is het. Je weet niet wat er gaat komen. Precies. En ergens, ik dacht eerst die autotune van, nou. Maar ik vind het ergens ook wel weer wat hebben of zo. Ja. Ik weet niet. Het hoort er wel weer bij. Het is weer typisch Billie Eilish. Ik moet zeggen, die vorige single van, ik weet niet welke, hoe die heette überhaupt, maar vond ik veel te poppy voor haar. Ik heb ook echt wel een beetje een soort van aanloop moeten hebben naar het leuk vinden van Billie Eilish muziek. Eerst vond ik het dus echt helemaal niks. Nee, maar je hebt heel lang geroepen dat je niks vond, maar elke plaats word je wel aardig. Ja, ja, ik vond het over het algemeen, dacht ik van, nou, ik luisterde eigenlijk zelf niet naar. Maar het wordt steeds meer en ik ga dit zeker wel vaker luisteren. Ik vind het heel lekker. Dit. Nou, ja. Hop in de offline track playlist. Ja, 3 ondertussen alweer, hè? Oh, ik ben al bij 3.